Hey, ja hoor, daar zijn wij alweer. We hebben een grote opruimactie gehouden. Naar de vorige uitzending. Waar we ons boerderijtje in mooi vorm hebben gegeven. Nou, was ik met die pellets op sleep? Ik denk die verkoop ik. Die zijn er niet meer nodig. Maar of ik doe wat verkeerd, of dat kan gewoon niet. Ik krijg het niet verkocht. Maar goed, dat geeft niet, dan zetten we deze pellet gewoon bij de silo's neer. Als we weer aan de kalk gaan, maken we eerst die pellet leeg. Ja, alles staat netjes in de schuren, opgeruimd en wel. En ik heb er nog een klein kapschuurtje bij gebouwd. En die staat hier. Daar zit mooi de kunstmeststrooier en de zaaimachine en zo in. Dat moet wel hier in de buurt van de silo's. Dus ik hou dit pelletje met kalk. En hierbij zet. Dan druk ik me dat de volgende keer eerst. Zo. Zo had ik dat bedacht. Ik zet deze even in de schuur. Dat is alles weer netjes. Ja. Uitering. Nou, dit is nou de status. Alles mooi opgeruimd. Al het overbodig materiaal weg. En dan de plannen voor vandaag. Ik wil echt ook er nog wat geld over van het cheaten, omdat we de boerderij aan aangepast. En aangezien we een stukje land kwijt zijn, vind ik dat we er een stukje land bij moeten hebben. Daar had ik al een beetje rondgekeken en ik denk toch maar dat we voor veld 17 gaan. Het is misschien handig om even te kijken wat daar nu in staat. Kijk, daar staat nu koolzaad in. Dat is op zich nog niet zo raar. En dat kan ook geoogst. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dan kopen wij dat stukje land erbij. Ja. En toen waren wij in bezit van veld 17, 18, 19 en 20. Mooi op een rijtje. En aangezien daar koolzaad in staat, wat geoogst kan worden, maakt de komaai weer uit de schuur. En met die combine wil ik naar de winkel. Want ik wil ook een grotere combine. Dat we een beetje meters kunnen maken. Dus deze gaan we inruilen. Het is zover. Waarschijnlijk blijven we nog niet veel van ons geld over. Maar dat is dan niet anders. Aangezien wij nou net het koolzaadveldje hebben gekocht, gaan we dat oogsten. Dan doen we in ieder geval weer wat mee terug. En gaan we de ding eens inruimen. Eens kijken of we het weer terugkrijgen. En toen hadden we geen komaai meer. Dus in de combinewinkel. Dan hebben we de keuzes uit een New Holland, een Nova, een MF. Maar die gaat al dik over ons budget heen. In die New Holland. Ik zat een beetje mee bij die Bison, maar die piep wat aan de lage kant. Is er wel heel wat meer capaciteit. Die wip minder. Eigenlijk wil ik die. Nou, daar hebben we geen cent voor. Die kost 202 en dan moet er nog een maaibred voor. Dit is wel een verdubbeling qua meters. Dus die zit op 49, dan gaan we naar 2,5. Nou, een goede raad is duur. We hebben ons land gekocht. We gaan
kijken hoeveel we er nou bij kunnen krijgen. Ja, dat vind ik nog mooi zo. Het is even niet anders, we doen het gewoon zo. Anders komen we geen meter vooruit. Wat kunnen we doen? Brede bandjes, gewone bandjes. Ja, ik doe wel brede bandjes, vind ik wel zo mooi. We gaan hem wel kopen. Tuurlijk, we hadden hem kunnen huren. Maar we gaan dat ding best wel vaak gebruiken. En dan gooien we dat maaibret ervoor. Nou, daar zit een flinke hap in ons budget. Maar nu zitten we wel weer ongeveer op het hoeveelheid geld van voordat ik gecheat had voor het aanpassen van de boerderij. Ja, mooi ding toch? En daar past ook die grote Joskinkeeper wel onder. Dus gaan we hiermee naar ons nieuwe veld. Maar het breed is wel wat breed. Nou, moet hij helemaal op karretje. Ja, zo komen we er ook wel. Maar hoop dat we niet te veel auto's onderweg tegenkomen. Dan gaan we die gewoon in met de kans. Daar hebben we. Ja, deze dier rijdt op 11 km per uur harder dan dat die andere deed. Dat is toch allemaal weer. Dat is een mooie boerderij. Het lijkt toch een stuk beter zo. Een stuk gezelliger. Het kan nog gezelliger. Maar het is al een heel eind op weg zo. Als we straks met de console bezig zijn, gaan we dit veld nog even opnieuw inzaaien. Daar wil ik nog herfst in hebben. Want dan hebben we direct stro voor in de hooizolder. En dat gerst dat kan in de silo, dan hebben we fatsoenlijk wat voer voor de kip. Hier zijn wij bij ons nieuwe veld. Ja, dan zijn we ding direct met aan de slag. Oh. Hij moet nog uitgevouwen. Ligt het in de cabine al. Ja, mooi. Dan zetten we dat ding aan. En daar gaan we. Dat is mooi werk, hè? We kopen een stuk veld en we kunnen direct aan het oogsten. Dan moeten we dat een beetje doen. Dat is ook een mooie lap. Dat moet wel weer wat afkomen. Goed, hier zit ik in mijn helper mee aan haar. Want ik wil met de sondeer aan de slag. Nee. Ik wil met de vent aan de slag. Ik wil de vent wil ik hem weer aan de zaaimachine hebben. Zodat wij hem gerst kunnen zaaien. De voorlader moet er weer vanaf. En voordat we gaan zaaien, ga ik eerst onderhoud plegen aan deze trekker en de tank weer volgooien. Fris ik daar. Kijk, maar we hebben nu onze werkplaats. Dus we kunnen dat hier gewoon ter plaatse doen. Hier kunnen we hem dus repareren. En zo is die weer 100% goed. En dan gooien we de tank ook nog even vol, maar die is al half leeg. Die hebben net halverwege het veld staan straks en dat er geen diesel meer in zit. En dan die brandstoftank niet voor niks hier aan zet. Goed is, kunnen we hier vullen. Diesel, ja, wat moeten we er anders in doen? Het bloed past hier neer. Denk weer hartstikke mooi vol. Ja, super. We hebben de zaaimachine maar behandeld.
zaaien. Zijn daar in de verte volgens mij onze combine stilstaan? Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ah, daar gaan we weer. Gelukkig. Neem je eerste zaadbak erin voor. Allemaal een krabhoekje gewandeerd. Maar het staat wel mooi droog en mooi logischerwijs bij de silo's. Zo, je ziet jezelf er nog in achter. Kijk, dat is hartstikke mooi. Ik moet alleen nog even zien, welke silo was nou zaad? Nou, daar staan we recht voor. Moet ik dat nou hier zo vullen dan? Wel even de vraag. Waar vullen we dat? Ik probeer het even aan de andere kant. Voor hetzelfde geld heb ik die silo's gewoon helemaal verkeerd neerzet. Ik heb er helemaal niks aan staan van vullen of wat dan ook. Ja. Nou is die vol. Hm. Dat kan maar zo zijn dat ik... dus verkeerd om heb gezet. Dat is ook niet zo'n probleem, dan trekken we aan deze kant ook nog een pad langs straks. Hey, hier kunnen we mee aan de slag. Hij staat nog op kerst. Zit ik hier eerst even een arbeider mee bezig? Dan wil ik vast even met die soldeer. Ja, ik wil met die soldeer met de keeper alvast richting die komaan. Dat die een flink doorloopt. Dus de eerder kunnen we wat verkopen. Nou kunnen we met die dikke keeper op paard. Maar niet steeds dat kleintje. Het speelt weer een heleboel heen en weer. En dan gewoon in één keer achterknult, dat speelt ook weer een heleboel heen en weer. Dan hebben we dit spulletje met naar de combine. Ik wil verder. Mooi. Ja, daar gaan we nog goed in, zeg. Dan moet ik wel even in, dan kunnen we zien. Ik wil daarna. Mooi. Nou, nemen we op tijd, nemen we het even over. Ik heb mezelf ook wel, ja. En er zit weer koolzaad. Ik had met die sojaband gehakt helemaal niet lang voor koolzaad. En nu hebben we koolzaad. Moet met dit erin netjes af. Een heel verschil met ons andere combaantje. Dat was ook een mooi ding. Maar nu we toch een wat grotere lapje grond hebben, kunnen we het ook al met een groter combaantje doen. Deze neemt qua werkbreedte gewoon een keer zoveel mee haast. Dat is van 4 meter, deze 7,5, zoiets.
Nou, die gaat hartstikke mooi zo. Voor mij is hij bijna vol. En ook direct 8000 liter, hè? Voor mij was die andere ook maar 4. Ik weet niet eens meer hoor. In ieder geval, er komt wat meer in. Dan breng hem eerst wel leeg. En dit past als het goed is gewoon over die grote keeper. Kijk. Dat is toch helemaal een betere combinatie zo. Ja, die keeper die krijg ik maar lang niet vol. Dat wel. Dat zit nog niet eens op de helft. Ach, ik weet niet eens wat er in die keeper past. 130. Ja, dan krijg ik hem niet vol. Maar er komen in ieder geval wat vrachtjes in. Die is weer leeg. En weer verder. Ja, dat is leuk werk zo. Hier komt een nieuw veld, je kunt direct de oogst. En direct weer een beetje inkomsten erbij. Wat hard nodig is. We hebben ook onze schapenweide gekocht. Ja. Als we nog een schaapjes neer willen zetten. Dan willen we ook meer geld hebben. Dan ook de volgende keer. Dan wij ook met in het gras. Vracht hooi in die silo heb. En we moeten de apparaatwagen in vol gras hebben voor de schapen natuurlijk. Ik heb vorige keer bedacht dat wij dat veel gras wat kon inzaaien met wat anders. Maar ik denk dat we dat toch niet doen. Wat we hooguit kunnen doen is het veld 20 waar nu gras in zit, die is groter dan wat nu achter de boerderij ligt. Dat we dat stuk achter de boerderij, want daar is nog zoveel van afsnoepje wat uitbreiding van die boerderij, dat we daar gras in gaan zaaien. En dat we dan veld 20, 19 en 22 nog. 18, veld 18. Dat we daar dan wat anders in doen. En dan veld 19 en 20, dat we daar gras van maken. Vind ik een betere optie. Maar er komt nu nog even één keer gerst in. Dan gaan we dat gras nog één keer eraf maken en daarna switchen we dat om. Ah, en zo blijven we bezig, hè? Zo, van het een in het ander. Ik had ook nog niet verwacht dat wij vandaag geen koolzaad zouden zitten. Dat kwam in de planning van, nou, we komen met een stukje land erbij. Niet wetende dat wij geluk hebben dat hier gewoon koolzaad op staat wat geoogst kon worden. Nou, dan ben ik heel erg tevreden met wat we hebben. We hebben een mooi stukje land. En de boerderij redelijk netjes. Dan kunnen we al gedurende de reis kunnen we daar nog wel wat dingetjes op aanpassen. Maar dat zijn geen grote dingen meer. Een mooie combine. De dierenbender dreef. Ja, trekkers ben ik ook tevreden met tot nu toe. Ook niet echt. Momenteel ook niet een ander trekker nodig ofzo. Het schijnt mooi. Ik kan nu eindelijk beginnen met een beetje geld verdienen.
scheelt wel een heel stuk nou met die grotere kamage, hè? Dat is allemaal een keer zo vaak heen en weer moet. Dan ben je dus ook al een keer zo lang bezig. Maar als je even een beetje vol. Stap dat ding vanzelf of niet? Ja. Vol gas puur. Goed dat we die kramdestructie niet aan hebben staan, maar dan was dat allemaal weer hartstikke te lang geweest. Nou ja, de piepbuurt. Ja, dat is ook nog wel iets. Die kramdestructie, die zouden we op zich wel aan kunnen zetten. En dan denk ik er wel om denken dat als we dus zo'n sproeiende kunstmest hoort, dat we die smalle bandjes eronder doen. We kunnen het niet wel even zien of die vent nog aan de slag is. Ja, dat was hartstikke mooi. Daar niet mooi uit, maar die gaat waarschijnlijk nog één keer terug en dan zal het daar stilstaan. Dat is niet zo'n probleem. Dan keren wij die straks wel in mond. Dat kunnen we op zich mooi zien vanaf hier natuurlijk. Maar daar komt ook rechtsboven meer wel te staan. Dat de werker gestopt is. Dus dan moeten we hem dan één meer aan de slag zetten. Ja, ook kunnen doen. Dus hebben we hier even een helper mee aan de slag. Ik denk dat dit laatste stukje dat zal er wel in passen, denk ik. En dan gaan wij zelf nog even aan het zaaien. Dat doen we eigenlijk ook niet veel. Dit is nog even de helper. Hij staat mooi tot aan het eind waarschijnlijk, dan weet ik niet meer. Dat is ook een mooi overzicht over de boerderij. Die lijkt allemaal toch een stuk netter zo. Even een mooi pad naar de koeien. En het verplaatsen van die schaap hebben we de boel niet eerst een vlak gemaakt, dus daar zit nog een heuveltje. Wel dom, want ja, nou die terraforming, hè? De landscape modus. En dat vind ik ook een mooi, die schuur aan de douche. Mijn bouwstijl past het er niet bij. Wat gaat die doen? Dan ben ik gewoon in de schuur. We nemen het zelf al over, maar dit is nog steeds die helper. Hebben ze daar toch wat verbeterd dan in die laatste update? En daar reis je nou gewoon terug. Dat zou een hele verbetering weten, dat hij gewoon niet meer daar stopt. Maar gewoon nog weet van, ik moet nog een stukje doen daar. Dat lijkt er wel op. Ja, of hij gaat er op het eind stilstaan natuurlijk, dat kan ook nog. Ik ben even heel nieuwsgierig naar. Hoe dit afloopt. Ik neem het zo wel over. Gewoon puur om even te kijken van... of die helper nou verbeterd is. Nou, maar je bent er al. Ja, ik had kleine lichte hoop, maar we willen die boom omver drukken. Ja, en ik maar denk dat het misschien wel verbeterd was. Hier, hij is gestopt hoor. Dikke knooien. Daar heb je dus ook niks aan. Ja, gaan we het zelf doen. Even zien. Dan wil ik even andersom, want anders komen we niet uit bij dat nieuwe schuurtje. Hè? Eerst even hier de kopse kant in langs. Dat is nou, ik heb die fraser aan, dus we kunnen niet weer retour. En dan zijn we dit er gewoon zelf om in, dat laatste stukje. De mine die redt zich nog immers wel. Dat is ook voor het lachen. Dan, nadat we hier de gerstafel hebben, hier het gras in doen, zit dan mooi dicht bij de koeien en de schapen. Bij de andere velden ook, maar er zit nog net weer een stukje dichterbij. Dan kunnen we met de abrabar net zo een stukje gras eraf pikken.
wordt het wat moeilijker, Nes. Omhoog en schuin. Ik vind die wat minder grappig. Dan hier eerst even recht, want dat tip je straks wel. Verder onze combine nog zien? Nee, net niet, hè? Zit net verstopt achter die heuvel door. Maar ik zie wel, hij zit bijna vol. Dat is best. Zit hier een windhelper mee aan de slag. Ik weet niet of dat handig is, want die vrees mij alles niet kapot, denk ik. Even zien wat hij doet, hoor. Dat is niet dat stukje wat we al ingezaaid hebben, nou denk van met die vrees gaat er weer erin. Weinig nut gaat namelijk. Ja, want zo zien hier op het eind wat hij doet. Als hij helemaal tot het eind naartoe doortrekt, dan kan dit niet meer helpen. Als hij voortijdig stopt. Nee, kijk. Hij trekt hem dus gewoon door de gezaaide hen. Dus dit moeten we wel hetzelfde doen. Ja, hier op het eind ben dan ook even kijken hoe dat lijkt bij die combine. Hoeveel die nog moet. Ik wil die beter eerst hem lossen en die weer aan de slag zetten en dan weer verder met dit. Staat hij ook maar te wachten met de wacht. Eerst even bij die combine. Oh, kijk eens. De laatste meters zijn ze mee bezig, ja. Oh, klein strookie. Jongen, fanatiekeling. Zien dat er nog wat staat. Ja, dat komt ook wel heel mooi uit zo. Er is een veld leeg en de combine zit nog een keer weer voor. Hartstikke mooi. Nou, brengen we die ook even leeg. Oh, hij is helemaal nog niet klaar met die lichaamstrook. Die hebben zo in de mol geslagen. Och, och, och. Dat is niet netjes. Ja, dat ook nog maar helemaal van. Ja, daar zit die bak zo vol natuurlijk. Maar dat was 8600, dan zit er vol. Ja. Dan ben je maar meer slim leeg. Je hebt er nog maar even dat laatste stukje eraf. Ja, knoot me dat er zelf hem af. Dan nemen we deze mee naar de boerderij. En dan maken we dat saaie nog even af. Of we brengen eerst die keeper leeg. We brengen dan eerst die keeper leeg. En dan ga ik dan met dat saaie naar de slag. En de laatste baantjes. En klaar. En dan zit het er voor vandaag alweer op. Wel tevreden met onze vorderingen. Een beetje er nog in bij. Wat doen we? Doen we eerst die combine naar de. Ja, die brengen we eerst naar muus. Deze past niet meer in die schuur nou. Die is een slag groter. Dus niet met maaibred en al. Met dat maaibred dan moeten we ergens neerleggen. Een plek waar we er geen last van hebben. Weer dat paaltje. Ik pak een keer de kettingzaag aan het paaltje er weg te zagen. Dat ik een klappertje niet tegenhouden. Dat maaibred dan kunnen we ook wel hier bij de schuur neerleggen. Ja. Dan liggen niemand in het pad. Ik heb hem liever onder dak, maar dat zit er gewoon even niet in zo. Dan past deze hoop ik wel in de schuur. Morgen weer een aparte schuurbouw voor de combine. Ja, dat moet, dat moet dat. De duurmachine. Moet wel even in klap. Die moet ooit reuig onder dak staan. Ja, perfect.
Nee, dan pak ik me nou de John Deere. Maar dan eerst even kijken waar we heen moeten met de koolzaad. In ieder geval niet hier. Eeps, koolzaad, dat is voor mij is dat dit. Nee, dat zijn die bloempjes, bloempjes, deze. De beste prijs is momenteel 1333 bij Haven Noordwest. Dan brengen we dat even naar Haven Noordwest. Waar vinden wij Haven Noordwest? Helemaal bovenaan. Dus hier, oh, deze weg hier voor ons vervolgen, tot wij niet verder kunnen morgen weer, denk ik. En dan gaan we dat doen. In auto's kunnen we zo in één keer. Oh, dat kan niet in één keer, want er zit een vangrail. Zo, zo kan dat wel. Nou, dan mogen we gewoon deze weg volgen. Dan komen we er als het goed is. Vanzelf. Nee, in deze omgeving ben ik ook nog niet zo veel west volgens mij. Terwijl het hier best mooi is. Het zal er goed gaan als ik die vrachtwagen in haal. Dan moeten we wel hopen dat er niet net iemand de binnenbocht doorvalt. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Wegvrachtwagen. Tipt hij mij nog net hem aan. Laat me nog even bijna op die oorlog liggen. En dan komen we ook eens een keer bij de haven. Daar zijn we ook nog niet geweest. En ik hoop dat dit vrachtje daar een beetje aan meehelpt qua inkomsten. Dat zou toch wel iets van een 25.000, 26.000 moeten opleveren. Ik doe er nooit voor. Dat helpt op de minste. Ja, dan brengen we dit spulletje ook weer naar de boerderij. En dan stap ik weer op de vent voor het afmaken van die zaai. Van het van die zaai, van dat zaaien. Van de gerst. En dan vind ik het weer vandaag wel weer mooi. Ja, vol gas op u aan. Het is net de tank ook alweer half leeg. Het onderhoud is ook kwart weg. Ja, de volgende keer dan. Oh, dit gaat zo. Hier mooi hem achter de auto blikken, want dit wordt een spannende inhaalactie anders. De volgende keer dan zet ik de John Deere, de Furt saaimachine. En dan gaan we met die vent met de kunstmestrooier op pad. Halve tank moeten dat nog zat kunnen doen. Dan gaan we dit veld. Dan gaan we dan hem zaaien. Ik wil nog even zien. Even stappen. Stop. Moet er ook kalk af worden natuurlijk hier. Nee, dat hoeft niet, zegt hij. Ja, dat scheelt weer. Maar niet hoor, dat doen we ook niet. Dan die soldeer die kan daar mooi het veld in zijn. Dan kan die vent dan het veld met gerst bemesten. En als die dan toch aan het bemesten is, kan die dan achter de soldeer gaan, want die is dan met zijn. Nou, zo gaat het hartstikke goed. Ik ben wel weer op het boerderijtje. Zet de keeper even netjes weg. Die past heel mooi daar in de schuur dan weer. Mooi. En de John Deere weer onder dak. Ook weer droog. En dan krupt bijna helemaal op die vent. Dan ga ik weer verder met zijn. Een klein hoekje, die heb ik er zo in. Daar gaat hij weer. Goed, ik ga hier wel even mee door. Dit is zo klaar. En dan
Als jullie willen, mogen jullie hem op het duimpje klikken en op de abonneerknop. Bij de 75 abonnees volgen we een livestream tegenaan. We hebben 2,5 uur. We zijn hard aan het werk. Bedankt voor het kijken voor vandaag. Tot de volgende keer.